Welkom bij Asielig. Samen met mijn cameraman Bas Kolen ga ik langs bij het asiel in Sneek en het asiel in Leeuwarden. Want helaas is het nog niet voor iedereen vanzelfsprekend dat wanneer je op zoek bent naar een nieuw huisdier, dat je ook eens kijkt in het asiel. En daarbij, elk asieldier heeft natuurlijk zijn eigen verhaal. Ja. Welkom bij Asielig, het programma waardoor je wel twee keer nadenkt om uw kat of hond aan een boom te binden of naar het asiel te brengen. Linda, jij werkt 4,5 jaar hier in het asiel in Leeuwarden. Als ik nou hier een dier mee wil nemen, of het nou een hond of een kat is, wat betaal ik dan? Voor een kat betaal je €75, voor een hond is €100. Dan zijn ze wel altijd ingeënt, ontwormd, ontvlooid en gechipt. En bij de katten zijn ze ook nog eens gesteriliseerd of gecastreerd. Allemaal uit je hoofd. Ja, ja. Hey, maar is het niet heel gek dat je dan geld betaalt als je een dier mee wil nemen? Eigenlijk niet. Hè? Want er wordt zoveel gedaan. Wij maken zoveel kosten aan elk dier. En als je vooral bij de katten, als je gratis ergens een katje vandaan zou halen en je moet al die kosten zelf nog betalen, ben je hier ongeveer €150 goedkoper uit. Zie je nou ook dat bijvoorbeeld sommige katten of honden sneller worden meegenomen dan anderen, bijvoorbeeld die jonger zijn? Ja, de jonge katjes zijn altijd heel populair. Die gaan heel snel. Je merkt echt dat volwassen katten even de zomer uit moeten zingen en dat ze na de zomer wel weer geplaatst worden. Dus die staan altijd een beetje in de wacht. En met de honden merk je heel erg dat hoe meer een hond kan en hoe makkelijker de hond is, hoe sneller die weg is. Een hond die heel makkelijk in een gezin kan en even alleen kan zijn en alles al geleerd heeft, ja, die zit hier soms maar een paar dagen en dan kunnen we hem al herplaatsen. En andere honden, ja, daar zoeken we toch een wat meer gespecialiseerder baasje voor. Dus die zitten er wat langer. Oké, zometeen gaan we weer tossen. Om welke twee honden gaat het nu? Het gaat om Andor, de Jack Russell, en om Diesel, de Sharpei. We zijn ondertussen even naar de honden gelopen, mocht u thuis zijn opgevallen. Hoop dat u mij nog kunt verstaan trouwens. Linda, ik heb weer het muntje bij me. Munt of kop. Laten we de Sharpei munt geven. En de Jack Russell kop. Ja, prima. Dan ga ik hem opgooien. Nou, dat is munt. Dus dat wordt dan de Sharpei, Diesel. Natuurlijk nu best zielig, want hij denkt nu, ik word opgehaald. Terwijl alleen zijn verhaal verteld gaat worden. Ja, wat is er nou zo bijzonder aan deze hond? Wat zijn de eigenschappen? Diesel is ook een lieve hond. Hij is makkelijk met vreemde mensen. Hij vindt eigenlijk iedereen leuk. Hij gaat heel graag naar buiten. Hij heeft heel veel energie. Hij kan lekker stukken wandelen. En ja, het is gewoon een hondje wat heel graag bij de mensen is. En dat is wel heel leuk aan hem. Wat is zijn verhaal? Hij had een eigenaar die niet zo goed voor hem zorgde. Je kan het nu nog een beetje zien. Hij is nog een beetje mager. Daar is hij weggehaald. Dus nu zoeken wij een nieuw plekje voor hem waar hij wel goed verzorgd wordt. En het gaat al stukken beter met hem. Dus daarom verdient hij ook wel echt een plekje. Nou, hij schudt al nee. Hij is nog niet opgehaald. Maar misschien heb jij interesse in bijvoorbeeld een van de honden die hier zit. Of misschien Diesel. Dan kun je altijd even bellen naar dit telefoonnummer. In Asielig kijken we ook elke week bij iemand thuis die een asieldier heeft meegenomen uit het asiel. Nou, voor Rob is dat al 12 jaar geleden dat hij zijn trouwe viervoeter Sammy meenam. Alleen had Sammy toen nog de bijnaam Sammy de Sloper. Er werd ons verteld dat hij niet alleen kon zijn en dat hij de boel sloopte in huis. Dus hij maakte de banken kapot. En hij krabbelde aan deuren. Het was kortom een heel neurotisch hondje. Ik had al eerder een hond uit het asiel gehad. Nou, dat was op zich ook heel goed bevallen. En het is natuurlijk die honden, ja, dit zijn vaak honden die, die toch een goed baasje verdienen. En die een kans moet geven. En we kozen wel voor een jonge hond, een wat kleinere hond. Dus we gingen wel met een bepaalde wens er naartoe. Maar op een open dag van het asiel zijn we daar naartoe gegaan. En toen vonden we eigenlijk Sam. Die is een hele lieve hond, heel rustig. En er nooit iets van gemerkt dat hij echt iets molde. Ik zou wel mensen aanraden om een hond uit het asiel te halen of te nemen. Het is wel zo dat je wel, denk ik, wat verstand van honden moet hebben.
Want soms koop je een hond met een rugzakje. Dus je moet wel goed weten waar je aan begint. Vaak als je een hond bij een fokker koopt, koop je een bepaald ras. Waarvan een beetje de vader bekend is, de moeder bekend is. Dus je weet een beetje het karakter van de hond. En dat weet je met een asielhond natuurlijk niet. Nou, Sam is een heel lief hondje. En het is een heel rustig hondje. Hij zijn kenmerken. Het is een beetje een terrierachtig hond. Het is een kruising tussen een fox en een wat is het voor een beest? Een fox en een Jack Russell. En hij is eigenzinnig, wat eigenlijk de terriers een beetje kenmerkt. Maar een hele lieve familiehond. Het is een heel gezinshondje. En een stevig hondje. Je kan ermee spelen, je kan ermee ravotten. Hij kan tegen een stootje. Het is gewoon kortom een heel lief hondje. Astrid, jij werkt hier al 12 jaar in het asiel in Sneek bij de Nomadenhof. Hoeveel dieren worden hier nou maandelijks gebracht? Dat is verschillend. In de zomer is het altijd veel drukker. Maar op jaarbasis dan zitten wij op zo'n 380 katten en zo'n 80, 90 honden. Stel, ik kom hier en ik neem een hond of een kat mee. Ja. Kan dat vanaf elke leeftijd? Dat hangt er vanaf. Je krijgt eerst een vragenprocedure. Hoeveel tijd je voor het dier hebt. En wat voor type hond dat je zoekt. We hebben een fix aantal vragen vaak wel. En als we dan denken van nou die werkt te veel. Dat kun je een hond niet aandoen. Een kat is wat anders. Die redt zichzelf wel. Die is beter zelfredzaam als een hond. Wordt er nou ook wel eens vaak een dier teruggebracht nadat die net is opgehaald? Dat gebeurt een enkele keer wel eens. Dat iemand zich toch bedenkt van... het valt toch tegen. Of de kat of de hond doet iets wat ze niet handelen kunnen. Waar ze niet mee overweg kunnen. Of dat ze denken van nou, dat krijgen wij er niet uit. Ja, ze hebben 14 dagen proeftijd altijd met een dier hier. Hè, op ieder potje past een dekseltje. Dus dan duurt het even wat langer voordat het juiste dekseltje gevonden is. Ja. Onze altijd poëtische Astrid, dames en heren. We gaan tossen om Elmo of Wietske. Ja. Wie krijgt kop, wie krijgt munt? Wietske krijgt de kop. Nou, dat betekent munt voor Elmo, daar gaan we. En het is munt. Nou, dat is mooi. Dus dat betekent dat we naar... Elmo gaan. Hoort u hem thuis? Oh, dit wil je toch meteen mee naar huis nemen, dit. Wat is het verhaal van Elmo? Elmootje die is gevonden op straat en helemaal in zijn uppie en er is niemand meer voor gekomen. Dus zijn baas heeft nog een paar dagen de tijd en als die niet komt dan mag Elmo naar een nieuwe baas. Ja, want er is een regel hè, 14 dagen regel. Alle zwerfdieren zijn we verplicht om 14 dagen te bewaren. De eigenaar heeft 14 dagen de tijd om hem op te halen. Als hij dat niet doet, dan is hij na die 14 dagen onteigend en kunnen wij overgaan tot herplaatsen. Wat voor soort mensen heeft Elmo nou nodig? Wat voor gezin bijvoorbeeld? Elmo is een heel makkelijk katje. Dat zou ook best bij een gezin met kleine kinderen geplaatst kunnen worden. Die kan eigenlijk wel bij iedereen geplaatst worden. En het is alleen dat je de kinderen wel moet vertellen als een katje ligt te slapen, dat ze er dan af moeten blijven. Het is net als met baby's. Ze groeien heel hard, dan zijn ze sneller moe. En als je ze iedere keer wakker maakt, dan groeien ze slecht en dan worden ze ziek. Maar als ze wakker zijn, dan mogen de kinderen zoveel mogelijk ermee spelen en optillen. En dat is juist heel goed om hem heel sociaal te maken. Ja. Dus dat vertellen wij bij de gezinnetjes er ook altijd wel bij. Dat als hij slaapt, moet je eraf blijven. En dan houdt ervan om papegaaitje te spelen, zie ik al. Ben je heel erg geïnteresseerd in Elmo? Zou ik me zomaar kunnen voorstellen. Of misschien een van de andere katten of kittens die het asiel hier in Sneek heeft. Dan kun je natuurlijk altijd even bellen naar Denk om je hoofd, onderstaand telefoonnummer. Dit was Asielig voor deze week. Dankjewel voor het kijken. En natuurlijk zijn we de volgende week weer. In de tussentijd geef u kat, rups, slak, hond, kat, konijn. Wat voor huisdier dan ook, een knuffel van me. Ja, of een likje, of een poot. Kan ook.